Beste vrienden, 65 jaar, sinds 2,5 jaar de grootste partij van Nederland. Wat ben ik ongelooflijk trots op onze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En al die mensen die in die 65 jaar ons tot zo'n grote partij hebben gemaakt. Onwaarschijnlijk veel dank. En als ik dan denk aan die 65 jaar geschiedenis, dan zijn er naar mijn overtuiging twee absolute doorbraken die ook aan twee namen zijn gekoppeld. De tweede doorbraak was in de jaren 90, toen wij de beste verkiezingsuitslag uit onze geschiedenis hebben gehaald bij de Statenverkiezingen in 1995. Zo groot als toen, omgerekend 46 Tweede Kamerleden, bij de Statenverkiezingen in 1995, zo groot zijn we nooit meer geweest. We hadden toen 23 zetels in de Eerste Kamer. En de naam die verbonden is aan die doorbraak is Frits Bolkestein. De eerste doorbraak was ongeveer 20 jaar daarvoor. Toen de VVD, na de oprichting door professor Oud. Ik had zijn borstbeeld op mijn kamer staan, waar Halbe Zijlstra nu zit. En als de discussie een wat minder liberale kant op ging, dan konden we dat beeld wegdraaien. Professor Pieter Oud en Harm van Riel. Ja, dat was natuurlijk geen partij voor meer dan, laten we zeggen, 15, 16 zetels. Een geweldige sterke club, prachtige kerels die de VVD echt hebben neergezet. Maar de doorbraak die moest komen van iemand anders. En is gekomen in de jaren 70, toen wij grote groepen nieuwe kiezers in Nederland zijn gaan aanspreken. En door zijn gegroeid naar bijna 30 kamerzetels in de Tweede Kamer. En een naam die voor altijd verbonden zal zijn aan die doorbraak, die is hier vanavond, dat is ons erelid Hans Wiegel. En ik sprak Hans net van tevoren en ik zei, ik ga zoiets over je zeggen. En toen vroeg hij, kan ik reageren? Ik zei, nee. Dat kunnen wij ook nooit als hij wat zegt. Dus dit bevalt goed. Mensen, de partij die hier vanavond bijeen is, is een partij die altijd de telefoon opneemt als we gebeld worden om een lastige klus te doen. Een partij die altijd bereid is om onder moeilijke omstandigheden te besturen. Een partij waar Nederland nooit tevergeefs een beroep op doet. En we zijn inmiddels ook de grootste partij. En als je de grootste partij bent, dan stelt dat ook eisen. Wij zijn niet meer de tweede of de derde partij, wij zijn de grootste partij van Nederland. En dat betekent dat wij niet alleen de norm volgen, maar dat wij de norm zetten. Voor wat betreft de kwaliteit van bestuur, de onderbouwing van onze standpunten, de consequente doorvoering van waar we mee bezig zijn. En ja, wij zetten dus ook de standaard waar het gaat om integriteit. En daarom is het zo goed, beste mensen, dat we morgen die discussie hebben. Als grootste partij horen wij daar niet te volgen, maar te leiden. Dat is onze taak. En ik realiseer me dat op dit moment besturen moeilijk is in Nederland. De economie heeft het zwaar en de politieke situatie is simpelweg ingewikkeld. En als grootste partij lig je natuurlijk ook meer dan andere partijen onder het vergrootglas. Is er wat meer kritiek? Moet je je wat meer verdedigen? Dat hoort ook bij de grootste partij zijn. En ik zou willen zeggen, zonder wrijving geen glans. Maar ik ben van één ding overtuigd. Wat is het goed dat juist nu de VVD in de regering zit? En wat is het belangrijk dat we koers houden? Dat we vasthouden aan wat we hebben ingezet. Koers houden op weg naar een sterker Nederland. Dat is onze boodschap. En wat staat ons te doen? We moeten zorgen voor economische groei. De economie moet weer gaan groeien. Dat is zonneklaar. En tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we maatregelen nemen om ook op langere termijn het verdienvermogen, het vermogen van onze economie om banen te scheppen, dat we dat verdienvermogen ook op langere termijn versterken. En daar zijn twee dingen tegelijkertijd voor nodig en daar werken we ook aan. Het eerste wat nodig is, is herstel van vertrouwen in onze economie. En het tweede wat nodig is, is werken aan al die hervormingen
om de economie ook op langere termijn te versterken. Zodat er meer ruimte komt voor investeringen, zodat er meer banen komen en zodat we uiteindelijk in Nederland de belastingen weer kunnen verlagen. Dat is waar we op dit moment mee bezig zijn. En juist daarom werkt het kabinet aan alle grote hervormingen. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Ik vind het niet acceptabel dat iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking niet aan de slag zou kunnen zijn. Dus we zijn bezig met hervormingen waardoor deze mensen ook gewoon in normale banen, bij normale bedrijven, natuurlijk met een beetje ondersteuning aan de slag kunnen. En we zorgen ervoor dat jonge mensen, maar ook ouderen op de arbeidsmarkt, dat die weer wat makkelijker een baan krijgen. Omdat simpelweg werkgevers minder angstig zijn om deze mensen aan te nemen. Het tweede wat we doen, Edith Schippers is daarmee bezig, is in de gezondheidszorg werken aan een grote mentaliteitsverandering. Waarbij het normaal is dat je ook langer en meer een beroep doet op je eigen omgeving. Daardoor kunnen we de kosten in de gezondheidszorg beheersen en maken we uiteindelijk ook ruimte om extra te kunnen investeren in diezelfde gezondheidszorg en de kwaliteit ervan. We hervormen het pensioenstelsel. We zijn op dit moment bezig om te zorgen dat het draagvlak onder al die voorzieningen overeind blijft door heel hard te werken aan fraudebestrijding. Fraudebestrijding bij de toeslagen, fraudebestrijding bij de gezondheidszorg zelf en fraudebestrijding in de sociale zekerheid. En in die zin is het eigenlijk wel goed dat we de afgelopen weken die debatten hebben gehad over het feit dat er zoveel fraude ontdekt wordt. Want als we, ik zei het vanmiddag in mijn persconferentie, als we niet zouden zoeken naar die fraude, dan vind je hem ook niet. Want fraude heeft de hinderlijke gewoonte om niet gevonden te willen worden. Maar als je actief op zoek gaat naar fraude en die gaat bestrijden, dan zul je op een gegeven moment zien dat die fraude er ook is. Dan wordt die zichtbaar en dat zijn we aan het doen. En dat is mijn vaste overtuiging. En dat was een van de punten waarom Hans Wiegel ons in de jaren 70 groot maakte. Omdat heel veel mensen met een heel normaal salaris zich kapot ergerden aan misbruik van sociale voorzieningen. En Wiegel daar toen aandacht voor vroeg. Het is mijn vaste overtuiging dat fraudebestrijding altijd hoog op de agenda van een partij als de VVD moet staan. Daar is geen twijfel over. We hervormen en juist daarom willen we ook de overheidsfinanciën op orde brengen. Dat is geen doel op zichzelf. Dat is geen neiging van de VVD om altijd maar met die overheidsfinanciën bezig te zijn. Nee, dat doen we omdat als je dat niet doet, we de rekening doorschuiven naar volgende generaties. En omdat als die overheid maar steeds groter wordt, die overheid zich ook met steeds meer bemoeit. De komende jaren zullen de gebouwen waar nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu in zit, Buitenlandse Zaken in zit, Sociale Zaken in zit, zullen leeg komen te staan. In Den Haag vervallen 40% van de Haagse bureaucratieplekken. Niet omdat de mensen daar geen goed werk doen. Daar zitten gemiddeld genomen hele goede mensen. Maar we hebben er simpelweg te veel van die goede mensen. Dus we moeten die overheid kleiner maken. En als ik praat over bezuinigen, dan is de kritiek de laatste tijd dat we vooral zouden kijken naar lastenverzwaring. Dat is simpelweg niet waar. De tweede kabinetten die mijn naam hebben, tussen 2010 en de verkiezingen in 2017, zijn bezig om 50 miljard om te buigen. Daarvan zijn 15 miljard lasten en 35 miljard uitgaven. Een verhouding 1/3, 2/3. Precies de verhouding zoals we die sinds de kabinetten Lubbers in Nederland altijd hebben gehad bij grote bezuinigingen bij de overheid. 1/3 lasten maximaal en de rest 2/3 uitgaven. Daadwerkelijke hervormingen, daadwerkelijk de uitgaven omlaag brengen. Daar houden we aan vast. Dat hebben we gedaan, dat doen we en dat zullen we ook in de toekomst doen. En in die zin is het ook wel een bijzonder kabinet. Tegelijkertijd is het een kabinet wat ook weer een voortzetting is van het beleid van het vorige kabinet in een aantal opzichten. Het probleem in het vorige kabinet was alleen dat wij met de steun van de PVV niet echt konden hervormen. We konden wel de overheidsfinanciën op orde brengen. Maar wat we nu wel kunnen doen, we konden een klein beetje hervormingen. We zullen nu de grote hervormingen doorvoeren in deze coalitie op het terrein van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, het onderwijs, wat in het vorige kabinet niet kon. En dat is goed nieuws. En om die hervormingen ook draagvlak te geven, is het noodzakelijk dat we zorgen voor die akkoorden. Die akkoorden zijn ook geen hobby op zichzelf, die zijn ook geen doel op zichzelf, maar die sluiten we om draagvlak te krijgen en om ervoor te zorgen dat ook het vertrouwen in Nederland terugkeert, dat de grote maatschappelijke instituties, of dat nou de werkgevers of de vakbeweging zijn, de partijen in de gezondheidszorg, de partijen op de woningmarkt en de politiek in staat zijn tot die grote hervormingen en om Nederland weer sterk te maken. Daarom doen we dat. En daar hoort ook bij dat Partij van de Arbeid en VVD concessies doen. Anders krijg je zo'n akkoord niet. Maar ik wil u één ding hier vanavond zeggen.
en dit is een harde belofte. Alle wetgeving die voortkomt uit het sociaal akkoord ligt in november dit jaar in de Tweede Kamer. Uiterlijk november dit jaar in de Tweede Kamer. Geen vertraging, vol op stoom. We zorgen ervoor dat al die maatregelen zo snel mogelijk in het staatsblad staan. Dat is een harde belofte. En wat is nu nodig? Wat nodig is, is een kabinet dat weet wat het wil. We hebben op dit moment met de Partij van de Arbeid, wie had dat ooit kunnen denken, een stabiele, goed werkende coalitie. Waar veel vertrouwen is, waar we problemen kunnen oplossen. Wat vooral nodig is, zijn goede mensen. Ik noemde al Edith Schippers. Maar hij kijkt wat bars op dit moment. Ivo Opstelten zit daar. Henk Kamp zit daar. Stef Blok zit daar. Fred Teven kijkt wat verschrikt. Ja, die zit er ook. Frans Wekers zit hier. We leveren de voorzitter van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Eerste Kamer heb ik nog niet gezien, maar die leveren we ook. En er zijn nog een paar bewindslieden die in de file staan. Maar we leveren op dit moment als VVD hele goede mensen. En het bijzondere is dat ook aan Partij van de Arbeid kant, laten we daar gewoon eerlijk over zijn, goede mensen zijn afgevaardigd naar het kabinet. Ook de Partij van de Arbeid heeft echt geïnvesteerd in deze coalitie. Met talenten als Jeroen Dijsselbloem, Lodewijk Asscher, Frans Timmermans, maar ook de anderen. Gewoon een goed kabinet. Misschien wel een van de beste ministerraden sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dat mogen de historici bepalen. Ben ik trouwens zelf ook, dus ik mag er iets van zeggen. Gewoon een heel goed kabinet. Wat ook nodig is, is een VVD die aan de ene kant bereid is compromissen te sluiten, maar zich ook precies realiseert wat voor ons het puntje aan de horizon is. Waarom deze partij op aarde is. Wat wij willen in Nederland, en dat gaan we de komende jaren bereiken, is weer een sterke economie, is een veilig Nederland en is een Nederland waarin we op het gebied van migratie niet alleen streng en rechtvaardig zijn, maar er ook voor zorgen dat we daadwerkelijk die problemen oplossen in de wijken waar zoveel spanningen zijn ontstaan in de afgelopen tientallen jaren, omdat we dat probleem niet konden bespreken. Een van de zaken die we nog aan Frits Bolkestein te danken hebben, dat we er überhaupt over mogen praten. En de VVD zal altijd ook die vlag blijven dragen. En ik ben ervan overtuigd dat als wij vasthouden aan dat puntje aan de horizon, dat de VVD ook altijd een grote partij zal zijn. Simpelweg omdat wij weten voor wie wij het doen. En dat is niet voor onszelf. Leuk wat we hier doen, fantastisch zo'n congres, maar we doen het niet voor onszelf. Wij doen dit voor Nederland. En ik krijg vaak de vraag, vooral van Alexander Pechtold, die wil altijd visie horen. U weet dat, hè? En als je hem dan geeft, dan is dat niet de goede visie. Dus in mijn achterbak liggen kilo's visie uit te serveren. Maar vaak krijg ik wel de vraag, maar waar verdient dan Nederland in 2020 zijn geld mee? En ik ga Alexander Pechtold vanavond gewoon eens beantwoorden. Want het is zo leuk om dat niet te doen, maar ook goed om het dus wel te doen. Maar dat doe ik liever bij jullie dan in de Tweede Kamer. Ik ga vanavond antwoord geven. Het is heel simpel, maar Alexander zal het er niet mee eens zijn. Wij verdienen in 2020 en in 2030 ons geld, omdat er in Nederland ondernemers zijn die bereid zijn een bedrijf te starten, die bereid zijn risico's te nemen, die bereid zijn te investeren. Daar verdienen we ons geld mee. Want die ondernemers, die zorgen voor sterke bedrijven, die zorgen voor sterke producten. En wat wij als VVD moeten doen, is ervoor zorgen dat we deze mensen de ruimte geven. Ik was een tijdje geleden in gesprek met bedrijven uit de regio Eindhoven. Fantastisch, een van de meest innovatieve, sterke regio's van de wereld. Een van de meest vooruitstrevende regio's van de wereld. En dat groeit daar ook daadwerkelijk. Een bedrijf als NXP is een bedrijf dat voortkomt uit het oude Philips. Wat nu voorop loopt wat betreft de chipstechnologie. Een bedrijf als ASML, we kennen het allemaal. Een chipsmachinefabrikant, maar van wereldklasse. En heel veel kleinere bedrijven daarachterweg. Ze zeggen wel eens tegen mij, Nederland bouwt geen auto's, dat is waar. Maar wij zijn een van de grootste toeleveranciers van de auto-industrie in Duitsland. En waar komt die toeleveranciersfunctie vandaan? Die komt uit die regio Eindhoven. Ik was in januari. Henk Kamp had toen moeilijke gesprekken in Groningen over de bodemdaling. Is daar meteen naartoe gegaan om dat ook zelf te tackelen. Om dan zelf met de mensen in gesprek te gaan. Ik was daar een paar dagen later en heb toen onder andere een bezoek gebracht aan een leegstaande en inmiddels weer helemaal met bedrijven gevulde energiecentrale. Boordevol bedrijven uit de ICT-sector, apptechnologie, webtechnologie, alles moderne om ervoor te zorgen van nu.nl. Om ervoor te zorgen dat die website maar constant kan blijven vernieuwen tot en met de nieuwste technologieën op het gebied van media en multimedia. Fantastisch. Tientallen bedrijven, sommige heel klein, sommige groot. Geen spoor van twijfel dat ze verder gaan groeien. Geen spoor van twijfel of het wel of niet goed gaat met de economie. Gewoon geld aan het verdienen. En die pakken de ruimte die ze in Nederland krijgen. En nog vorige week was ik met Eelco Brinkman, voorzitter van Bouw het Nederland, was ik in Delft.
Delft werd altijd doorkliefd door die brug. Die brug gaat dadelijk weg, die spoorbrug. En er komt nu een prachtige spoortunnel met de modernste techniek. Die ervoor zorgt dat die trein onder de grond gaat. Maar niet zomaar onder de grond gaat. Er komt een compleet stadskantoor bij, winkels bij, economische ontwikkeling bij. Op een hele slimme manier opgezet. Dat is het Nederland, wat innoveert, wat onderneemt. Dat zien we ook steeds meer in semi-publieke sectoren. Kijk naar de gezondheidszorg. U weet mijn frustratie over de mensen die thuiszorg bieden, de wijkverpleegkundigen, dat die steeds maar verder in bureaucratie terechten te worden opgesloten. De zorg zit op dit moment vol met initiatieven, waarbij juist die wijkverpleegkundige functie weer de ruimte krijgt, het vakmanschap kan uitoefenen. Deze mensen die vaak tot op hbo-niveau zijn opgeleid, weer echt serieus kunnen doen waar ze voor zijn opgeleid en waar hun inspiratie zit. Dat is fantastisch om te zien. Maar ook buiten die sector, zelfs in de cultuursector. 30 april, wat was het een prachtige dag. Maar een van de hoogtepunten was natuurlijk die avond. Toen Armin van Buuren, samen met het Concertgebouworkest, twee absolute AAA-merken van Nederland, daar gewoon de hele wereld liet zien wat wij kunnen bieden. En wat fantastisch dat de koning de sloep verliet en daar het podium opstapte om er zelf bij te gaan staan. Gewoon, zo hoort het, tegen alle afspraken in, maar prima. Ik ben bang dat die F-16's niet gebeld werden op tijd en dat ze dan te vroeg zouden overvliegen. Maar ook dat was geregeld. Fantastisch. Dus dat is ook Nederland. En dan, op dit moment, Rusland. Grote ruzie met zijn omliggende landen over de puntentelling bij het Songfestival. Het is een drama. We hadden gisteren de zeer succesvolle Nederland-Duitsland top. En ik had het ook wel even willen hebben over dit onderwerp. Maar goed, we hebben dat maar niet gedaan. Want in West-Europa zijn we dat niet gewend. Maar wat is het geweldig dat een vrouw gewoon met twee benen op de grond, Anouk, de Nederlandse eer heeft teruggewonnen op het Eurovisie Songfestival. Fantastisch. En niet met een ingewikkeld ballet, maar gewoon door een lied te zingen. En wat nog mooi is ook. En trouwens, als ik aan 30 april denk, denk ik ook aan André Kuipers. Ook met beide benen weer terug op aarde. En bezig om, hij was op 30 april in die prachtige rol als heroud van de koning. Maar nu ook weer bezig om jonge mensen te interesseren voor techniek. Bij te brengen, te voorkomen dat we dadelijk in Nederland 160.000 vacatures in de techniek hebben die we niet kunnen invullen. Om op die manier jonge mensen te inspireren om ook voor een technisch beroep te kiezen. In het mbo en daarna ook in een verdere carrière. Fantastisch. Mensen, eigenlijk is een boodschap heel simpel. Nederland heeft alles in huis voor een sterke toekomst. Daar werkt dit kabinet aan en dat doen we door te hervormen en dat doen we door te regeren. Aan te pakken, maatregelen te nemen en koers te houden. Dat is wat we aan het doen zijn. APPLAUS 65 jaar VVD. We zijn nu 65 jaar oud en 41 zetels jong. En volgend jaar hebben we rond deze tijd de Europese verkiezingen en dan zijn we 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn inmiddels de grootste partij in de Tweede Kamer, alweer 2 keer. We zijn de grootste partij in Provinciale Staten en de grootste partij in de Eerste Kamer. Wat zou het geweldig zijn, dames en heren, als we volgend jaar, als we ons jaarcongres hebben kunnen vaststellen, dat we ook de grootste partij zijn geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij de Europese verkiezingen. Bent u dat met me eens? En weet je, dat kan. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Als we koers houden, als we nooit vergeten dat we dit niet doen voor onze eigen ego's, of omdat we die partij als doel op zichzelf zien, maar omdat wij iets met Nederland willen. Die kracht van dit land, of het nou lokaal is, in de provincie, in Nederland en ook in het Europese parlement, willen aanspreken, mensen willen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Iets van hun leven te maken. Zo begon ik in 2006 mijn toespraak om lijsttrekker van de VVD te worden. Wij als liberalen zijn op aarde voor al die mensen die iets van hun leven willen maken. Als we dat uitstralen en ook nu in het kabinet koers houden, weten wat we willen en ervoor zorgen dat die coalitie goed functioneert, dat we al die noodzakelijke maatregelen nemen, dan gaat dat gewoon gebeuren. En dan vieren we volgend jaar ons 66-jarig bestaan als grootste partij op alle bestuursniveaus in Europa. Wat zou dat fantastisch zijn. Dank u wel.